Red Bull Racing heeft de vervanger van de naar McLaren vertrekkende hoofdstratege Will Courtenay volgens Helmut Marko al in huis. Het zou volgens de adviseur gaan om Hannah Schmitz. Afgelopen week werd bekend dat Courtenay de volgende is die Red Bull Racing gaat verlaten. De Brit zal nog wel zijn contract uitzitten tot medio 2026, maar zal daarna de overstap naar McLaren maken om daar de nieuwe sportief directeur te worden. In gesprek met Formule1.de legt Marko over het vertrek uit. Het is een natuurlijke ontwikkeling. Wanneer je zo succesvol bent, dan worden mensen afgepakt. De Oostenrijker heeft verder al een opvolger voor Courtenay op het oog. We hebben iemand die de positie over kan nemen en dat is Hannah Schmitz. Wat we Will Courtenay hadden aangeboden, interesseerde hem niet. Schmitz is momenteel de hoofdengineerstrategie van Red Bull, maar kan dus mogelijk uitkijken naar een nieuwe functie. En Liam Lawson maakt tijdens het Grand Prix weekend van de Verenigde Staten zijn rentree in de Formule 1 bij het Visa Cash App RB team als vervanger van Daniel Ricciardo. De Nieuw-Zeelander zal echter wel direct moeten rekenen op een gridstraf. Aan de actieve Formule 1 carrière van Daniel Ricciardo is na de race in Singapore een definitief eind gekomen. Liam Lawson zal namelijk het 2024 seizoen uitrijden als teamgenoot van Yuki Tsunoda. Lawson viel in 2023 al 5 races in voor Danny Ric en krijgt dus ook de resterende 6 races in 2024 rijtijd. Wel zal Lawson en Aston meteen in de achtervolging moeten. Zo bevestigt Helmut Marko bij Motorsport Totaal dat Lawson namelijk wordt voorzien van een nieuwe power unit en dat is de 5e voor de wagen waar Ricciardo dus het hele seizoen al in heeft gereden. Wel geldt de gridstraf voor de sprintrace die op zaterdag wordt verreden. Lawson was bij Red Bull en het zusterteam de reserverijder, maar volgens Feeder Series zal de 19-jarige Isaac Hadjar die functie invullen. Ook voor Jos Verstappen is de taakstraf die zoon Max opgelegd heeft gekregen vanuit de FIA niet te begrijpen. De drievoudig kampioen kreeg de straf voor het schelden tijdens de persconferentie in Singapore, maar daar is Jos de Bos niet over te spreken. Na de East Belgian Rally waar Jos vierde werd, sprak hij kort over de taakstraf bij motorsport.com. Dat vind ik het belachelijkste van alles. Maar we zien het ook in de rally. Verstappen doelt daarmee op Sebastian Ogier, die van de FIA 40.000 euro boete kreeg voor zijn taalgebruik. Volgens de vader van Max gaat het bij de FIA niet de goede kant op. Ik denk niet dat de FIA heel goed bezig is, maar ik zal er niet te veel over zeggen. Op wat voor manier Verstappen deze taakstraf gaat vervullen, is voorlopig nog niet duidelijk. Tot zover de GP Fans nieuwsvideo van de maandag. Bedankt voor het kijken. Vergeet ons niet te volgen om op de hoogte te blijven van het allerlaatste Formule 1 nieuws. En dan zeg ik vanaf hier, tot de volgende.